Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Samsung. We kopen al jaren geen muziekcd's meer. Films en series streamen we allemaal. En de tijd dat we nog schijfjes voor onze pc's kochten, ligt ver achter ons. Toch liggen de winkels vol met fysieke videogames. Maar voor hoe lang nog? We kopen steeds meer digitale games en met de komst van de SSD lijkt het erop dat het einde voor fysieke games nabij is. Waarom? Ga er maar eens lekker voor zitten en zet je kopje thee op een oud FIFA schijfje. Dit broke. Laten we teruggaan in de tijd. Everyone do it with me. Eind jaren 80 konden we opeens CD-ROMs afspelen op de TurboGrafx-16 console. In plaats van cartridges. Je weet wel, dit soort dingen. En toen was het hek van de dam, want later gingen ook Sony en Sega gebruik maken van cd's. Gewoon omdat je er veel meer op kwijt kon. Ter vergelijking, op een cd voor de PlayStation paste zo'n 700 megabyte, terwijl je op een cartridge van de Nintendo 64 maar 64 megabyte kwijt kon. Schijfjes werden dus de standaard voor videogames. Bij sommige games kreeg je zelfs een pakket van 3 of 4 schijfjes, maar dankzij de komst van de DVD en de Blu-ray bleef dat beperkt. Hoewel, de laatste tijd zien we dat games zelfs niet meer op 1 Blu-ray van 50 gigabyte passen. En zo heb je voor Red Dead Redemption 2 bijvoorbeeld al 2 stuks nodig. Toch is dat niet de allerbelangrijkste reden waarom fysieke games bijna dood zijn. Dat komt namelijk omdat discs de games van tegenwoordig niet meer bij kunnen houden. Simpel gezegd zijn games vanaf Blu-rays vele malen langzamer af te lezen dan vanaf een harde schijf. En vergelijk je dat met een SSD, dan is het alsof je op de fiets meedoet aan een autorace. Op de nieuwe generatie consoles wordt de SSD alleen maar belangrijker. Zo hebben de Xbox Series X en S een snelheid van 2,4 GB per seconde. En de PlayStation 5 zelfs 5,5 GB per seconde. En dat kan nog sneller. De Samsung 980 Pro behaalt maar liefst 7 GB per seconde. Ontwikkelaars willen volop gebruik maken van deze megasnelle schijven. Laadtijden worden niet alleen korter, maar je kunt ook totaal nieuwe dingen doen. Kijk bijvoorbeeld naar Ratchet & Clank A Rift Apart, waarin de PlayStation 5 elke paar seconden steeds een compleet nieuwe wereld kan inladen. En dat kan alleen met een SSD. Voor de traditionele harde schijf is er dus geen plaats meer, voor schijfjes al helemaal niet. Bovendien kun je de data op een schijfje niet meer aanpassen, terwijl we bijna elke week een update voor Warzone of Fortnite moeten binnenhalen. Vandaar dat games al lang niet meer vanaf een disk worden geladen, maar netjes worden geïnstalleerd op je console of pc. Maar ook dat is eigenlijk niet nodig. Downloadsnelheden liggen wereldwijd namelijk al ver boven de snelheid van een Blu-ray disc. Dus de schijf is in alle opzichten de zwakste schakel geworden. Zo'n onderkin valt nog wel te camoufleren, maar gebrek aan kennis niet. En de zwakste schakel, dat is niets. Daarmee is de schijf eigenlijk niets meer dan een veredelde sleutel om games te activeren. En natuurlijk een mooi plastic doosje voor in je verzameling. Natuurlijk bevatten zowel de PlayStation 5 als de Series X nog een disk drive, maar brengen Microsoft en Sony ook een digitale editie uit. Daarmee kun je alleen games uit de digitale winkels kopen en heb je helemaal niets meer aan die schijfjes. Hoewel de fysieke games dus nog wel worden ondersteund, zijn ze door snelle SSD's, games als een service en steeds hogere downloadsnelheden eigenlijk nutteloos geworden. En het zou zomaar kunnen dat de nieuwe generatie consoles die goede oude schijfjes het laatste zetje de afgrond in geeft. This is Sparta! Treurig voor de verzamelaars en de koopjesjagers onder ons, maar misschien wel wat gezonder voor de kastruimte. Ben jij een verzamelaar? Laat het dan weten in de comments en geef ons een suppie en een duimpje als je dit een leuke video vond.